kerk is gebouwd om inspiratie te geven, om daar inspiratie op te doen. Mensen werden opgeroepen om één keer in de week naar die kerk te gaan, om daar dus geïnspireerd te worden. Wij zijn zo gewend geraakt om alleen inspiratie te krijgen van de organisatie waar we lid van zijn. En niet van de organisaties waar we geen lid van zijn. We gaan eigenlijk hetzelfde voortzetten wat er altijd in die kerken is gebeurd. We gaan aandacht geven aan de luisterfunctie in een kerk. In de kerk daar kan je heel goed luisteren. De akoestiek is er ook voor. In een tijd dat er volgens mij enorm behoefte is aan communicatie, aan contact tussen mensen. En dan niet zomaar contact tussen mensen, want dat is er wel heel veel, maar contact tussen mensen met hele verschillende achtergronden. Wij gaan proberen om de inspiratie in die kerk te richten op de mensen onderling. We willen dat de mensen met elkaar in contact komen en naar elkaar gaan luisteren die in één gemeenschap wonen. En daar is een wereld mee te winnen.